In dit situatie vind ik het lastig eigenlijk snel in de druk te trekken en wat het juist. Super tof dat je kijkt naar Gloomdale Vlog. Mijn naam is Anne Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Nou, Thijs eigenlijk. Ik ben toen even net gaan editen die al nu helemaal klaar is. Maar ik ga klaarmaken om naar werk te gaan. Even kijken of een vulling van mij klaar staat. Ik ben er echt zo zenuwachtig voor. Nou, zenuwachtig benieuwd naar voor. Dat kan ik beter zeggen. Maar dan gaan we zo meteen even klaarmaken. En dan gaan we lekker werken. Ik heb het brood uit het vriezer gehaald en het is nu al 12 uur geweest. Over een paar uurtjes is het 1 uur. Ik zit er nou te twijfelen. Gebakken ei. Ik weet niet of ik zit al. Altijd heb ik iets en dan zit ik te twijfelen. Ik weet niet of het voor jullie herkenbaar is. Maar ik heb het zo vaak. Want ik zit nu te twijfelen tussen ei of broodje knokworst. Allebei lekker. Nou, dan ga ik toch voor knokworst, denk ik. Dus dan gaan we even knokworst warm maken. Ei komt de andere keer. Ei, je bent denk ik niet blij. Maar dat kan me even mijn moeder niet schelen. Dus ik ga even knokworst deze laten ontdooien. En dan broodje knokworst eten. Ik heb eten nou eigenlijk al helemaal een tijdje op. Broodje knokworst. Dus ga ik bij alvast een les zetten. Morgen moet ik weer zelf koken. Net bij de groep gegeten. En... ja, dan gaan we ook weg, die gaan we weg. Dan heb ik ook nog even lekker broodje pindakaas genomen. Ook lekker. Maar, ik heb net al gegeten. En dan denk ik, maar Sander, waarom heb je dan een tijdje gevlogd? Omdat ik even YouTube aan het kijken was. Maar moet ik ook even gebeuren. Ik heb het al de hele tijd liet lopen kijken. En ja, ik ben wel echt gesmaakt. Maar wat ik eigenlijk ook moet doen, is dit even afhalen. Maar of ik doe dat vandaag of morgen, denk ik. Eén van de twee. Maar ik denk vandaag, want er moet ook opgeruimd worden, natuurlijk. Dus. Maar ik zit eerst, ga ik dat even kijken, want we zijn opnieuw naar wat er te vertellen is. En Kanya, wat ben jij weer aan het doen? Kanya? Ja. En het is nu 6 uur, namelijk. Kanya heeft al eten gehad. En Cassie, ik had het vergeten, ik weet niet. Ja. Het is wel heerlijk prachtig weer en ik zat net bij je begeleiding, zat ik even lekker in gesprek. Hadden we het ineens over weer. Maar er komt partijen mooie weer aan deze week. Volgende week krijg ik nog meer. Maar wat ik wou zo zeggen is, ik ga even deze was opruimen. Net even per de kebab. De internet van Rutte gekluisterd. En ik weet dat over een paar dagen echt... elke dinsdag is er natuurlijk persconferentie. En dat ga ik natuurlijk ook weer volgen. Maar, ik heb net even dat soort kijken, dat wou ik even te zeggen. Maar dan dacht ik, weet je, ik ga daarna lekker dit even opruimen. Dus, laten wij dat nu even lekker doen. Ja, ik natuurlijk. Ja, oké, ik weet het. Dus dan gaan we lekker even wasje opruimen. Vandaag lekker YouTube gaan kijken. Ik heb eigenlijk ook gesprek gehad met mijn werk. In dit situatie vind ik het lastig eigenlijk snel in de druk te trekken. En wat het juist van is eigenlijk dat mijn camera bijna leeg is. Dus ik moet snel even een nieuwe batterij in stoppen. Dus dat heb ik weer. Eerst wou ik al net vloggen, moest ik in nodig naar C. Oké, dat heb je wel eens. Maar de tweede, is je camera bijna leeg. Goed voorbereid, maar als het goed is ligt mijn oude camera onder, ja, dus dan ga ik die even pakken en dan ga ik die even snel vervangen met een nieuwe batterij, dus laat het even snel gaan vervangen in 3, 2, 1. Goed voorbereid, maar ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik gesprek had natuurlijk met mijn werk en dat ik dat drukte een beetje moeilijk vind, maar eigenlijk wat ik wil vragen aan jullie vragen.
Vinden jullie, want ik had een gesprek gehad eigenlijk nogmaals, van dat mijn baas zei, het is nu een beetje aan het versoepelen natuurlijk. En eigenlijk, eigenlijk moet je nu proberen je normaal ritme weer te pakken. Dus gewoon normale uren, je normale werkdagen. En ja. Het is wel zo, maar en toen ook gewoon, ik ben gewoon bang om met andere mensen te smetten. En toen heeft mijn baas gezegd, je moet jezelf niet gek lopen maken. En dat heb hij misschien wel een punt. Het zet me aan het denken. En ook meer geruststellender eigenlijk, in principe. Dus, en maar... hij had een paar opties voor me, daar ben ik wel super blij mee. Hij had opties om mij te helpen. Dat waren de opties. Of ik ging naar Gouwenplein, omdat daar rustig is. Of mijn man gewoon weer in de middags te werken. Want voor mijn werk is het gewoon lastig om eigenlijk in de ochtend mij neer te zetten. Want qua tellen... met vullingen. Dus willen ze liever dat ik in de middag ga werken. Dus hij had die twee opties. Of naar de Gouwenplein. Of in de middag gewoon. Dacht ja. Maar in ieder geval vandaag zou ik wel in de ochtend. Vrijdag denk ik ook. Denk pas volgende week. Dat ik gewoon in de middag ga proberen. Ik zit nu te denken, Sander. Hij heeft wel misschien gelijk. En ga eens een keer nou proberen eigenlijk in de middag te werken. Ga eens een keer proeven. Probeer het misschien te vergeten. Ja, nou, daar heb ik mijn baas wel gelijk in. Want het is nu aan het versoepelen. En ja, ik moet eigenlijk... Maar laat jullie mijn mening ook maar in de reactie weten. Ben ik ook wel benieuwd naar... En ja, ik ben gewoon benieuwd wat jullie mening van zijn. Wat jullie deden, optie zou zijn. Want Gouwenplein is inderdaad wel rustiger. Ik ben al een paar keer, ja, dan zou ik ook kunnen. Ik ben wel een keer 's middags eigenlijk bij Gouwenplein boodschappen gedaan. En dat ging wel. Maar... Ik heb toen tegen mijn baas ook gezegd, ik ga dan even mijn begeleider over hebben. Dat vind ik verstandiger. En toen heb ik maar neergezet van... ik ga mijn begeleider over hebben. En toen heb ik alles verteld ook aan de begeleider, het verhaal. En toen zei mijn begeleider, ik denk dat het niet zo verstandig is dat je naar Gouwenplein gaat. Al voor tijd. Dit is ook trouwens nog wel vast vergeten te melden. Het is voor dan een tijdje bedoeld. Niet voor eeuwig, maar voor een tijdje dat ik erheen ga. En mijn begeleider zei nee. Want je ontmoet nieuwe mensen. Mensen met beperking hebben lasten, hebben heel erg veel, hebben moeite mee met dingen veranderen. Heel erg snel. Dus misschien dat daar punt ligt of verandering in dat ik weer probeer ritme op juist neer te zetten van naar normaal leven proberen. Langzaam de situaties anders aanpakken dan normaal. Dus wel afstand houden, maar niet meer ook een beetje meer in mijn hoofd te proberen te bedenken van het gaat nu soepeler, gaat nu beter. Dus dan kan je ook weer normaal meer dingen doen. En daar, ja, dat is ook wel aan te denken. Het is wel een goed idee. Ik ga het denk ik proberen. Maar het is gewoon lastig. Hoe pak je het op? Hoe ga je dat doen? Je weet niet welk kant je pad je moet hebben. Want weet je, het punt is wat ik dan juist over ga denken. Heb ik in ieder geval. Weet niet of de mensen met andere mensen een beperking hebben. Misschien zit dat risico meer in. Bangheid van twee. Tweede.
scenario dat de tweede oploop kan lopen. Maar dat hoeft niet per se. Nou, het is gewoon... Het is nu, je moet maar proberen op te pakken. En dan gaan we het zien. Dus... Ik denk inderdaad wel afstand sowieso bewaren. Maar doe gewoon je ding. Dus dat is denk ik anders dan wat ik kunnen zeggen. Maar dan ga ik nu maar... lekker YouTube nog even kijken. Dus laten we dat even lekker doen. Er is trouwens iets gelukt. Waar ik heel erg blij mee ben. Hey Google, zet de lamp uit. Het spijt me, zo te zien is dit apparaat nog niet ingesteld. Oké, okay, wacht. In de Google Home app. Wat ik kan doen is... Toch? Wacht even. Kijk, let op. Doe ik gewoon met mijn telefoon. Ik heb eindelijk een app gevonden dat ik hem uit kan zetten aan. Dus gaat hij nu uit, want ik ga slapen. Ik ga lekker in de rug in bed. Maar als het goed is, kan ik het ook via Google Home. Dus ik kan licht dimmen en groter doen. Alleen dus die lamp kan ik hem een kleur geven. Maar deze blijkbaar niet. En ik probeer nou met Google Home te contact te maken. Kijken of ik het een keer via Google Home uit kan zetten. Kijk dat het lukt. Maar ik ben de hele tijd mee bezig. Ik hoop dat het lukt. Kom op. Hey Google. Zet de lamp uit. Kijk dat het werkt. Ja, ik ga dit even morgen even naar kijken. Nu lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou super tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En toen was het alweer een wasje gesorteerd die daar liggen. De handen kunnen we laten wassen. En daar kleren. Dan ben ik klaar. Dingen schoonmaken. Ach, ik heb er geen zin in. Net klaar met werk.